We gaan door met het volgende verhaal. Özgür heeft twee prachtige jongens van 11 en 8 jaar. Ze zijn nu inmiddels al, ja, dat is toch verschrikkelijk, dames en heren, 11 maanden uit zijn leven gerukt. Hij weet niet waar ze zijn, maar krijgt wel enkele heftige berichten door. Er zou zelfs sprake zijn van seksueel misbruik. Özgür, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, wat een verschrikkelijk verhaal. Kun je eens in het kort vertellen hoe dit allemaal zo is gekomen? Nou, ik heb een soort van vechtscheiding achter de rug. Laat allemaal sporen achter voor de kinderen en normaal op. En op een gegeven moment is veilig thuis in het hele verhaal terechtgekomen. Ja. Later is het vanuit veilig thuis naar WSG gegaan, Willem Schikgroep uit Amsterdam. Mm-hmm. Nou, als je al de papieren ziet wat mijn ex en wat mijn ex-schoonzus binnenkrijgt, dat het altijd goed ging. En ineens, hals over kop, werden de kinderen 15 december 2017 uit huis gehaald. Ja, het klinkt alsof het in je geheugen gegrift staat. Hoe ging dat? Ging de voordeurbel? Was je van tevoren op de hoogte? Wij waren van tevoren op de hoogte. Ze wilden al dat we de kinderen maandag gingen overhandigen. Ja. Hebben we gezegd nee. Want mijn schoonzus zei van de kinderen die verdienen een waardig afscheid op school. Ja. Een klein vakantietje. En toen alles gedaan. En om 12 uur 's middags op vrijdag gingen ze naar het politiebureau. En werden ze afgezet op het politiebureau. Zonder al te veel namen daarbij te betrekken en details. Kun je eens misschien heel kort schetsen dat de luisteraar begrijpt waarom ze niet meer bij jou mogen wonen? Omdat ik geen gezag had. Oké. Okay. Ik heb gezag in 2018, januari, na heel veel strubbelingen met mijn ex, hebben we toch voor elkaar gekregen dat ik de gezag kreeg. En, maar goed. De kinderen waren toen al lang en breed de deur uit. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk totaal geen invloed op helemaal niks gehad. Want omdat ik geen gezag had, werd ik altijd buitengesloten. En nu had ik gezag, kon ik nog niks doen, want kinderen waren er niet. Kinderen zaten ergens anders. Nee. En wat ik het meest schrijnend vind eigenlijk wel in dit verhaal. Eén, dat ze weg zijn. Maar waarom laten ze niet weten hoe het nu met je kinderen gaat? Omdat ze het idee hebben dat het helemaal niet veilig is. Dat het een zeer traumatische ervaring voor de kinderen zijn. En dus ik zeg ook van, dat klopt ook. Het is ook heel erg traumatisch, maar jullie doen alsof het aan ons ligt. Ja. Want ze hebben al die tijd hebben ze ons, dus mij en mijn ex, altijd op een bepaalde hoek gedrukt van die kinderen die hebben die wrijvingen door de ouders. Maar nog altijd willen ze niet toegeven, nu dat misbruik naar boven is gekomen, dat het ook aan de misbruik zou kunnen liggen dat mijn kinderen een bepaalde gedrag vertonen. Ja, ja, ik zou willen zeggen, hoe moet het nu verder? Hoe zie je de toekomst? Ga je ze ooit nog zien? Nou, vandaag waren we op de zitting, want ze willen de gezagbeëindigende maatregelen willen ze hanteren. En ik heb gezegd van jullie doen maar wat jullie willen. Alleen voor mij is het belangrijkste dat ik weet of het goed gaat met mijn kinderen. En het enige wat je nu hoort is van nee, kinderen zijn helemaal kapot. Ja, het is heel erg moeilijk om dat te horen te krijgen. Want ik kan mijn kind nu dat hij het hardst nodig heeft, kan ik niet ondersteunen. Verschrikkelijk zeg. Wat zou je nou als je... we hebben straks ook een bestuurder van jeugdzorgorganisatie straks nog aan de lijn. Ik weet dat hij ook meeluistert. Wat zou je die man willen vertellen? Wat moet er structureel anders binnen die organisatie? Transparant. Dat is... dat de verhalen niet omgedraaid worden. Dat is eigenlijk heel simpel. Als er een verhaal wordt verteld en er wordt gezegd van dat de fles cola gewoon met inhoud en al zwart is, dan is het ook zwart.
dat, maar wanneer jeugdzorg dat als blauw of als geel op papier gaat schrijven, dan zegt de jeugdzorg of dan zegt de rechter van ja jongen, je hebt het helemaal verkeerd gezien. Het is echt niet zwart, want het is toch echt geel. Ja. En ze worden altijd geloofd. En de communicatie, die houden ze wanneer je om papieren vraagt. Want ze moeten één keer in de zoveel tijd moeten jou verplicht eigenlijk papieren opsturen. Van reportages en dat soort dingen. Nou, wanneer je daar een beetje erachteraan gaat zitten, nou, dan maak je in ieder geval geen goede beurt. Nee, dat is het. Moet je eerlijk zeggen dat dat ook wel het cirkeltje is waar we ook weer in uitkomen. We blijven maar rondjes draaien. Dat die transparantie die er niet is, op het moment dat je een beetje tegengas geeft, dan heb je ze helemaal tegen je en dan win je helemaal niks meer. Het zijn toch de dingen die we jeugdzorg in dit geval willen meegeven. Probeer er eens wat over na te denken. Hoe kun je dat proces misschien anders inrichten? We hebben nog een heleboel mensen die we moeten gaan bellen. Osgur, ik wens je ontzettend veel kracht en ik hoop oprecht dat het op een dag weer goed komt. Ja, ik hoop het ook. En voor ons is het misschien te laat. Maar ik hoop als we met bepaalde verhalen andere mensen kunnen helpen, dan zullen we het al een voldoening geven. Nou, hartstikke goed van je. Dankjewel. Jullie bedankt. Dit is Dossier Masterbroek. Op Den Haag FM. 100% Haag.